Deze productie is mogelijk gemaakt door De Filmmakelaar. Kan je mij even vertellen hoe dat je heet en wat jouw functie is binnen MKB Rotterdam Rijnmond? Nou, mijn naam is Pieter van Vlaanderen. Ik ben voorzitter MKB Rotterdam Rijnmond. Hiervoor heb ik 3 jaar in het dagelijks bestuur gezeten als penningmeester en vicevoorzitter. En ik zit sinds 2010 zit ik al in het algemeen bestuur. Dus ik loop al een tijdje mee. Doe jij dit fulltime of heb je daarnaast ook nog zelf een onderneming? Bijna 5 jaar geleden ben ik gestopt als ondernemer. Toen heb ik mijn bedrijf verkocht. Toen heb ik een jaartje niets gedaan. Maar ja, dan blijkt achter de geranium zitten niet echt leuk. Dus toen ben ik gevraagd door Henk van der Beek, mijn voorganger als voorzitter, om in het dagelijks bestuur te komen. Nou, dat heb ik 3 jaar met heel veel plezier gedaan. En sinds vorig jaar dan als voorzitter. Ik doe dat 3 dagen in de week. En ik moet zeggen, het is superleuk. Het is echt fantastisch om voor die stad wat te doen en voor je ondernemers. En in een brede kring eigenlijk er gewoon nog alles voor te doen. Wat doet MKB Rotterdam Rijnmond eigenlijk allemaal? Want er zijn best wel wat evenementen op jaarbasis. We zijn naast de lobbyist en de belangenbehartiging, zijn we vooral een community aan het worden, waarin je zegt van daar herkennen we elkaar. Daar kunnen we zaken met elkaar doen, want uiteindelijk gaat het om business, dan mag je ook wel tegen elkaar zeggen. Maar het is ook, het moet ook leuk zijn. Dus die combinatie tussen kennis, kunde, leuk, zaken doen, elkaar kennen, elkaar de handel gunnen. En uiteindelijk op een gegeven moment ook, waar wij toch voor staan, is vooral die lobby richting die overheid. En dat is vooral mijn taak. En we hopen dat dat al onze leden ook een beetje tevreden stelt. Oké, dankjewel voor dit gesprek. Deze productie is mogelijk gemaakt door De Filmmakelaar.